Rode SC, de nummer 8. Go Ahead Eagles, de nummer 2. Maar Roda heeft nog alles om voor te spelen in de tweede periode. Want die zouden ze eventueel nog kunnen winnen. Dat moet het in ieder geval vandaag winnen van Go Ahead Eagles. Ze beginnen in ieder geval uitstekend. Het doelpunt wordt gemaakt door een debutant. Het is Mitchell Keulen die raak weet te tikken met de binnenkant van zijn knie. Het is de 10e debutant al in de ploeg van Robert Molenaar dit seizoen. Het antwoord dan wellicht van Go Ahead Eagles. Langendijk gaat de diepte in. Die kijkt kort en die ziet Navratil opkomen. En die legt de bal precies in de loop van de Tsjech. En zo staat het 1-1. Navratil komt goed voor zijn man. Tikt de bal achter Novakovic, de Duitse doelman. Slag van rust. Wordt Mario Engels weggestuurd. Die is ongelooflijk snel. Mario Engels, de topschutter van Roda. En hij maakt zijn 15e van het seizoen. De assist is van Reemans. De snelheid is er bij Mario Engels. En heel beheerst zet hij Roda opnieuw op voorsprong. Dan komen er kansen in de tweede helft voor Go Ahead Eagles. De grootste is hier voor Thomas Verheid. Maar hij schiet de bal in het zijnet. In de extra tijd loopt Roda JC dan verder uit. Want hier is het opnieuw Mario Engels die het doelpunt kan maken. En opnieuw heel beheerst rond hij dat af. Zijn 16e van het seizoen. Roda wint met 3-1 van Go Ahead Eagles. Prachtige goal om mee te eindigen in Limburg.